dat je je denk ik ergens op je gemak voelt. Ja, ergens waar je graag wil zijn. Ik denk dat je dan te maken hebt met veiligheid. Ja, bij de mensen thuis waar ik omgeef, bij mijn eigen thuis. Als je je thuis veilig voelt, denk ik dat het een lekker gevoel geeft. Want als jij je niet lekker voelt, dan speel je denk ik ook geen goede wedstrijd en dan blijft het in je hoofd zitten. Bij mij is het altijd zo, als er dingen in mijn hoofd zitten, dan gaat het niet goed. Dan denk ik te veel na, ja. Ja, je hoort natuurlijk wel eens aparte verhalen. En voetballers vaak een makkelijke prooi zijn voor dieven of voor overvallen of voor iets anders. En dan ga je nadenken over bepaalde keuzes en dan maak je ook wel sneller denk ik de verkeerde. En ja, ik ben er wel bewust mee bezig. Ik denk dat het niet alleen voor mezelf een prettig gevoel is, maar ook voor mijn vriendin die vaak alleen thuis is omdat ik veel weg ben. En afgelopen jaar zijn ze een veiligheidsprotocol gestart. En ik heb een mooie beveiliging gekregen en van een veilig gevoel. En dat zit nou bij mij in huis. En als ik nu thuis kom, voel ik me wel een stukje veiliger. Ja, als iemand zich niet veilig voelt in zijn eigen huis, dan heeft het ook geen nut om denk ik daar te wonen.